20 jaar oud. Ik zit excellerend op Willezaam en ik voer de opleiding Social Work. En wij gaan het vandaag hebben over ongelijke representatie tussen mannen en vrouwen in de kinderopvang. Hallo, ik ben Esmee, ik ben 18 jaar en er zijn veel voordelen aan mannen die werken in de kinderopvang. Zoals? Mijn naam is Patrick, ik ben 23 jaar oud. En een van de voordelen is dat mannen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. Mijn naam is Emma en ik ben 18 jaar oud. Ook vinden wij het belangrijk dat er een beter beeld komt van mannen die willen werken of werken in de kinderopvang. En dit is dan dus ook wat wij willen bereiken met de documentaire. Welkom bij onze documentaire. Wat fijn dat jullie in ieder geval de moeite nemen om naar onze documentaire te kijken. En wij willen jullie in ieder geval ook al bedanken dat jullie het al zover hebben gebracht in de documentaire. Nou, wij willen jullie in ieder geval vertellen waarom het zo belangrijk is dat er meer mannen gaan werken in de kinderopvang. Want op dit moment zijn het er gewoon heel erg weinig. Wij hopen jullie meer toelichting te kunnen geven over het onderwerp en de geschiedenis die hierachter zit. Waarom er dus zo weinig mannen werken in de kinderopvang. Nou, wij gaan als eerst beginnen met een toelichting van ons onderwerp en natuurlijk de geschiedenis die hierachter zit. Zodat jullie in ieder geval al weten van waar de interviews straks over gaan. En dit zullen onze experts, in dit geval Emma en Esmee, aan jullie vertellen. En gaan we daar nu direct naartoe. Dit is bij een maatschappelijk thema behandelen wat op een van onze stages zich afspeelde. Waar we voor gekozen om aan de slag te gaan met het maatschappelijk probleem wat op mijn stageplek zich afspeelt. Maar ook landelijk lopen andere kinderopvangen tegen dit probleem aan. Ons maatschappelijk probleem is de ongelijkheid in representatie tussen mannen en vrouwen in de kinderopvang. Maar ja, hoe is dit nou eigenlijk ontstaan? Voor het ontstaan van het maatschappelijk vraagstuk ongelijke representatie tussen mannen en vrouwen in de kinderopvang gaan we terug naar de oorsprong. Het stereotype beeld dat mannen gaan jagen en vrouwen voor de kinderen zorgen bestaat al sinds de prehistorie. Dit beeld bestaat dus al heel lang. Daarnaast is er een stigmatiserend beeld dat is ontstaan in de late jaren 50 en de jaren tot de jaren 80. In deze jaren kwam er naar voren dat er sprake was van seksueel misbruik van kinderen door priesters en andere religieuzen. Echter kwamen alleen sommigen hiervoor voor het gerecht. Anderen werden door de kerkelijke overheid intern geregeld. Vaak belandde dit in de doofpot of werden de betrokkenen afgekocht. Zoals jullie net hebben gehoord van onze experts, is de ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen in de kinderopvang al veel langer actief in Nederland dan dat we zelf beseffen. Eigenlijk geven we zelf betekenis aan dat de man hoort te werken en de vrouw hoort te zorgen voor de kinderen. Ook door recente zedendelicten die zijn gepleegd door mannelijke medewerkers in de kinderopvang en religieuze die later hiervoor ook nog eens in het nieuws kwamen, werden ouders en kinderdagverblijven steeds wantrouwender ten opzichte van een man die op de groep staat. En dat is best wel gek voor een land die zoveel waarde hecht aan de ontwikkeling van het kind, zoals Nederland in dit geval. Maar toch, als wij de keuze hebben tussen wel of geen man op de groep, dan hebben we het liever niet. Dit riep bij ons vragen op, waardoor we besloten om meer onderzoek te gaan doen naar de informatie die wij al hadden. Uiteindelijk hebben we ook wat meer informatie gevonden over hoe belangrijk het is om een man op de groep te hebben en voor het ontwikkeling voor het kind. Dus zullen Emma en Esmee nu direct aan u uitleggen. Uit gesprekken met betrokkenen en uit onderzoeken die we online hebben gevonden, is naar voren gekomen dat mannen die in de kinderopvang werken zeker een toegevoegde waarde hebben voor de ontwikkeling van het kind. De voordelen van mannen die in de kinderopvang werken zijn onder andere dat ze een rolmodel zijn voor vooral jongens, maar ook voor meisjes. En in meerdere studies is dit al aangetoond dat mannelijke rolmodellen dus positieve effecten hebben. Ook hebben mannen een andere werkwijze dan vrouwen. Een voorbeeld hiervan werd gegeven in een interview met een vrouwelijke pedagogisch medewerker. Zij gaf aan dat mannen wat stoerdere dingen doen met bewegingsspel en vrouwen meer knutselen. Zoals jullie net van onze experts hebben gehoord, hebben wij veel onderzoek en bronnen gebruikt om ons onderbuikgevoel te bevestigen. Mannen zijn wel degelijk belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. De Europese Unie streeft er zelfs naar om 20% van alle medewerkers te laten bestaan uit mannen. In Denemarken hebben ze het al gehaald en streven ze al naar 50%. Wat bijzonder is, is dat wij na al die tijd nog maar 1% van alle mannen werkt pas in de kinderopvang. 1 op de 100 dus. En dat is gek voor een land dat zoveel waarde hecht aan het ontwikkeling van het kind.
Dus wij wilden verder kijken. Nou, we hebben zoveel informatie gevonden, maar we wilden meer weten. We gingen dus kijken naar collega's, studenten, pedagogische medewerkers en zelfs docenten die we eventueel zouden contacteren of zij hun visie met ons wilden delen. Uiteindelijk konden we een interview inplannen met de heer W. Kieft. Hij is een docent aan de opleiding Pedagogiek Management en Kind aan het Winnesheim. En uiteindelijk toen wij zijn naam tegenkwamen, besloten we om hem meteen te contacteren. Vrijwel na 2 dagen kregen we al bericht dat hij al heel graag aan ons project wilde meewerken. Dus we hebben zo snel mogelijk een afspraak gemaakt en een interview gehouden. En die ziet nu al het resultaat is. Eigenlijk een beeld van dat er heel weinig mannen eigenlijk zelf in de kinderopvang meewerken. Wat vindt u daar zelf eigenlijk van? Ik vind het jammer. In de meeste gezinnen heb je ook man en vrouw. Waarom kan een man niet opvoeden? Het is natuurlijk cultureel bepaald in Nederland haast dat het alleen maar vrouwen zijn. Ja, je kunt er heel veel van vinden, maar ik vind een kind heeft zowel van alle soorten mensen voorbeelden nodig. Want ook in de opvoeding in de wereld komt alles tegen. En dat zou je dus in de kinderopvang eigenlijk net zo goed moeten hebben. Er zijn meer mannen die andere vaardigheden liever doen dan dat vrouwen dat doen. Niet om te zeggen van, een man is alleen maar stoer en de vrouw is gevoelig. Want dat kan bij mannen ook. Maar een kind moet ook zien dat het anders kan. Dus wat dat betreft, diversiteit in de kinderopvang vind ik heel belangrijk. En dat is niet alleen diversiteit in niveau, in inkomensniveau en opleidingsniveau. En hoe zijn, maar ook qua culturen en de culturen in de breedste vorm. Of dat dan nationaliteiten, internationaliteiten zijn, maar ook hoe mensen denken. Dus ook in genderzaken is dat heel belangrijk. Precies. Okay. Dus wat is man, wat is vrouw? Als het maar één groep is met één bepaalde gedachte, vind ik dat jammer. Oké, wat maakt dat u dat eigenlijk dan jammer vindt? Want het is al jarenlang zo dat eigenlijk. Nou, dat komt denk ik door mijn achtergrond als docent maatschappijleer en burgerschap. Waarin je juist de diversiteit en de inclusie heel duidelijk ziet. Iedereen mag er zijn. En je ziet ook in veel missies en visies van scholen en kinderopvangorganisaties. Dat ze juist dat naar voren halen. Je mag er zijn. Nou, iemand die net een ander kleurtje heeft of een ander geslacht heeft of stoeit met zijn of haar geslacht, met het geslacht, die moet je ook de ruimte kunnen geven om dat, zeker als kind zijnde, ook aandacht te geven. Mm-hmm. Dat zo'n kind ook zichzelf mag zijn en met zijn of haar vragen ook naar voren mag komen en daar in gesprek mee gaan. En dat vind ik gewoon heel belangrijk en dat is iets wat wij hier in de opleiding ook heel duidelijk naar voren brengen. Oké, okay. U brengt natuurlijk nu sowieso op de opleiding, geeft u aan dat het heel erg naar beeld brengt. Je mag zijn man of vrouw, maar toch zijn er relatief nog steeds heel weinig mannen. Waarom denk je dat mannen eigenlijk liever, of waarom ze de opleiding niet kiezen, laat ik het zo zeggen? Nou, we hebben natuurlijk een achtergrond, dat had ik toen in het mbo al gemerkt, met een aantal mannen die verkeerde dingen heeft gedaan, grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang. En dat heeft in ieder geval geleid dat veel mannen zeggen, ik kom daar niet meer aan de slag. Hè, omdat heel veel kinderopvangbedrijven daar ook heel voorzichtig mee zijn geworden. Aan de andere kant is het ook zo van dat er jongens zijn die denken, er zijn zoveel meiden in de opleiding, daar voel ik mij niet thuis. Dus ook dat kan een probleem zijn. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar het zijn meer gevoelens die er zijn. Ik vind het jammer dat het niet lukt. We hebben geprobeerd met deze opleiding juist ook die managementkant erin te zetten. Management wordt meestal wel iets gezien van zowel mannen als vrouwen. Mm-hmm. Om daarin ook dat aan te trekken. Maar dat blijkt bij ons op de opleiding ook moeilijk te zijn. En als er 100 mensen komen, dan zijn er ook misschien maar 5-6 mannen die in de opleiding starten. Dus ook dat is heel laag. En dat is een lange weg, maar dat is sowieso iets in opvoeding wat je ook op basisscholen ziet. Dan zijn de mannen eigenlijk allemaal weggegaan en zijn steeds meer vrouwen gekomen. Aan de andere kant, als een vrouw juist ook die breedte kan voordoen, in voorleven en daarover vertellen, dan is dat ook waardevol. Het zit hem niet in het mannetje of het vrouwtje. Oké, dat was een heel interessant interview dat we met de W-Kieft hebben gehad. Maar dat was niet de enige interview die wij hebben gehouden. We gaan nu naar een interview met Lianne. Zij is een student op het Winnesheim van de opleiding Pedagogiek Management en Kind. En ze heeft het onderzoeksprogramma gevolgd. En daarin heeft ze een onderzoek gedaan naar ons thema. Waarom er zo weinig mannen werken in de kinderopvang. We gaan er nu naar luisteren en kijken wat hieruit is gekomen.
Tess, ik wil eigenlijk gewoon even een beetje beginnen. Zou je wat willen vertellen over jezelf en wat je hebt gedaan en wat je connectie met de kinderopvang is? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Lianne, ik ben 23 jaar. Ik ben ondertussen al een aantal jaar werkzaam in de kinderopvang. Ik heb eerst mbo gedaan, niveau 3, voor in de kinderopvang. Daarna niveau 4 erachteraan en toen het hbo. Mm-hmm. En eigenlijk vanaf niveau 4 ben ik gaan werken in de kinderopvang ook. Dus eigenlijk al wel een aantal jaar ervaring ook qua stages. Daarna echt gaan werken. Ik merkte dat ik toch, dat ik zeg maar de uitdaging op de groep, dat was een beetje weg. Dat ik op zoek was naar meer uitdaging. Vandaar dat ik het hbo ben gaan doen. Echt, ik doe dan nu de opleiding pedagogisch management kind en educatie. Meer gericht richting management. En dat is wel iets wat ik echt heel leuk vind. Ook in stages nu ondervonden heb. In het tweede jaar natuurlijk het onderprogramma gedaan. Sociale innovatie. Daarin in sociale innovatie moest ik zelf bedenken. Onderzoek gedaan naar meer mannen in de kinderopvang. Omdat ik ook vond dat mannen in de kinderopvang zoveel meerwaarde hebben. En eigenlijk het taboe wat er nu op heerst, dat we dat moeten doorbreken. Dat is eigenlijk een beetje mijn geschiedenis in de kinderopvang. En momenteel nog steeds werkzaam in de kinderopvang. Oké. Okay. Nou, is een heel verhaal natuurlijk. Heel mooi dat je er onderzoek naar hebt gedaan. Naar meer mannen in de kinderopvang. Want je voelt het heel belangrijk. Maar wat is voor meerwaarde geven mannen in jouw optiek? Ik denk dat als je bijvoorbeeld een groep peuters hebt. En peuters zijn best wel, als je die veel bij elkaar hebt, best wel druk. Zeg maar. Als je daar niet de juiste regels en grenzen aanstelt, zeg maar, dan overheers je die peuters, zeg maar. En hoe ga je er dan mee om, zeg maar? Want veel leidsters die kunnen dat dus niet bieden, die grenzen en een stukje hè, regels en dat soort dingen. Nou, wat ga je dan doen? Als al die peuters lopen te stuiteren, dan ga je niet zeggen, ga nu maar aan tafel zitten en lees een boekje. Dan is een man in de kinderopvang heel top, want die weet juist, helemaal als het jongetjes zijn, die weet juist wat hun behoeftes zijn en hoe ze daarin gestimuleerd kunnen worden, waardoor, want wij als vrouwen zien het vaak als irritant gedrag en doe niet zo vervelend, doe ze rusten. Wij snappen dat gedrag eigenlijk niet, want dat is wat heel vaak gebeurt. En het zou zo mooi zijn als je een man in het team hebt die, die wel weet wat hij op dat moment moet doen. Dat hij bijvoorbeeld een sportenspelactiviteit aan kan bieden. Wat ook weer heel belangrijk is voor kinderen natuurlijk, het bewegen en gezond bezig zijn. Dus dat is voor kinderen echt een meerwaarde. Oké, als laatste gaan we naar het interview dat Tamara met een mannelijke collega is gedaan. Dat is het laatste interview dat we hebben gehouden. En hierin gaat Tamara natuurlijk ook zoveel mogelijk informatie verzamelen. En jullie gaan een klein gedeelte van het interview zien. So, let's go, mannen zijn. Waarom denk je dat er mannen, of dat er minder mannen dan vrouwen in de kinderopvang werken? Waarom ik dat denk, is een hele goeie. vrouwen zijn vaak toch al sneller zorgzamer en meer gericht naar de kinderen. Ook na de rand in het gezin zelf. Al vind ik zelf dat het mannelijke geslacht ook zeker erin past bij een kinderopvang /BSO. Omdat wij toch een andere kwaliteit vaak weer hebben dan de vrouwen. Ook het vertrouwenspersoonsgedeelte van kinderen, dat ook naar een man kan zijn, is ook wel eens anders. Vooral wat oudere jongens, vooral in mijn groep, de 8 tot en met 14, merk ik toch wel dat de jongens, zeg maar, meer naar mij toe trekken dan naar mijn vrouwelijke collega. Ja. Ja, en dan komen we eigenlijk ook bij de volgende vraag uit. Wat zijn dan volgens jou dan de voordelen van mannen die werken in de kinderopvang? Dus je geeft ook aan dat het wel een toegevoegde waarde heeft. Ja, zeker. Wat zijn dan de voordelen? De meeste kinderen gaan al sneller inderdaad, zoals ik net zei, naar een man toe op het moment dat ze met de jongens voornamelijk een mannelijk probleem hebben, komen ze al sneller naar mij toe. Maar ze merken ook dat, en het hoeft niet altijd zo te zijn, het kan ook bij het vrouwelijke geslacht gewoon zijn, de jongens komen al sneller om te gaan stoeien en dat soort dingen met een mannelijke PM'er. Ik wil ook niet zeggen sportgericht, want daar zijn er ook natuurlijk vrouwen van, maar ja, de jongens gaan makkelijker en sneller daarin op met een man dan bij een vrouw.
Oké, dit was het laatste interview. Wij willen iedereen bedanken voor het kijken van onze documentaire. En wij hopen dat jullie in ieder geval weten waar het is ontstaan, waardoor er zo weinig mannen in de kinderopvang werken. En waarom mannen juist niet zo belangrijk zijn in de kinderopvang. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. En wellicht zien jullie ons bij een volgende documentaire.